welkom bij de NOT. We gaan hier eens eventjes onderzoeken wat er nieuw is in onderwijsland. Ga je met me mee? Een van de nieuwe bedrijven op de NOT, dat is Team Talento. Nou, wat doet Team Talento? Team Talento wil de kinderen laten ontwikkelen op hun creatieve talenten. Een stand die ik niet mag missen dus. Ik sta hier bij Geoffrey Reemer van Team Talento. Geoffrey, jullie hebben meteen al op jullie eerste beursgang, hebben jullie een nominatie gekregen voor de Innovatie Award hier. Kun jij me uitleggen hoe jullie die verdiend hebben? Ja, wij zijn natuurlijk heel vereerd om genomineerd te zijn voor de Innovatie Award. We hebben hem laatst niet gewonnen, maar we zijn wel vereerd met de nominatie. Ik denk dat wij het verdiend hebben, doordat wij iets gemaakt hebben wat eigenlijk nog niemand anders gemaakt heeft. Want er is heel veel te vinden op rekenen, taalgebied. En er is ook heel veel te vinden wat methode gebonden is. Maar juist doordat wij de creatieve vakken aanspreken, juist omdat wij uitgaan van talenten van kinderen, ja, dat is gewoon iets wat nog heel weinig mensen doen. En dat, in dat gat zijn wij gesprongen als uitgeverij. Oké, en zijn jullie als uitgeverij dan ook, is dit echt een methode die te gebruiken is? Of is het een aanvulling op methodes die gebruikt worden? Nou, wat wij aanbieden, dat is niet echt een methode. Het is vooral een soort verzameling van mini-workshops. Dus eigenlijk mini-methodes. We hebben bijvoorbeeld een workshop strip tekenen of een workshop verhalen schrijven. En die kun je dus heel makkelijk een aantal dagen of weken met je leerlingen volgen. Of ook, je kunt ook activiteiten doen die je gewoon even 5 minuten tussendoor doet. Dus het is heel goed te gebruiken naast andere methodes en gewoon om even wat sfeer in je klas te brengen. Oké, en zijn er nog andere manieren waarop jullie zien dat het in de klas gebruikt kan worden? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je een leuke workshop zet je op als energizer tussendoor. Of je begint je tekenles met een cartoon workshopje. Maar zijn er nog andere manieren waarop dit echt in school te gebruiken is, denk je? Ja, absoluut. Want wat je bijvoorbeeld ook als scenario kunt doen. Stel je voor, je wil met je klas een creatief circuit doen. Dat je bijvoorbeeld een aantal hoeken in je klas hebt. Bijvoorbeeld een knutselhoek, een tekenhoek, een dramahoek, wat dan ook. Je zet een iPad weg, je zet een koptelefoon weg. En de kinderen kunnen met onze experts aan de slag. En kunnen gewoon precies voor de instructies van de expert volgen. En dan kunnen ze gewoon zelfstandig hun creatieve talenten ontwikkelen. Ja, dat was nog wel een leuk ding. Ik heb gekeken natuurlijk naar de workshops. Ja. Het valt me op dat jullie verschillende leerkrachten zeg maar online gebruiken om uit te leggen aan de kinderen wat ze moeten doen. Zijn die mensen ook allemaal echt opgeleid voor wat ze aan het doen zijn? Of zijn het mensen die jullie hebben benaderd en soort acteurs zeg maar die uitleggen wat door anderen geschreven is? Nee, het zijn echt mensen die zelf expert zijn in het vakgebied. Bijvoorbeeld onze workshop striptekenen wordt gedaan door een striptekenaar die ook voor Ambrasoft tekent en voor andere methodes. Mijn collega Chris heeft een muziekschool en die geeft dus onze muzieklessen. We hebben een dramadocent, we hebben een zanglerares. Kortom, het zijn echte experts in het vakgebied. En dat zorgt er ook voor dat zij met passie en met overtuiging dat vakgebied kunnen onderwijzen aan kinderen. Nou, oké. Ja, ik was erg enthousiast geworden. Nou, en ik hoop dat mijn collega's dat nu ook zijn. Ja. Dus hartstikke bedankt voor je tijd. Ja,